Robert Swinkels, jij bent de keeper in de Eredivisie die het hardst moet werken voor zijn geld. Is dat zo? Met het meeste trainingsuren of zo? Meeste reddingen. Oh. Ja. Nou ja, dat hebben we maar een keertje over gehad. Dat betekent dat de organisatie wat beter neer moet gaan zetten. Is dat ook zo? Voelt dat ook zo? Nou, nee, niet per se. Maar ja, we hebben een aantal hele open wedstrijden al gehad ook. Met veel kansen aan beide kanten. En ja, dan komen ze wat vaker voor je neus. Klopt, maar aan de andere kant scoren we dan ook misschien een paar goals om de wedstrijd te winnen. Dus. En je keert ze, want ze gaan er niet allemaal in. Dat is ook nog een statistiek. Ja. Ja, dat is wat je nu min 80 had, geloof ik. Ja, nou ja, dat is overdreven misschien. Voor mijn gevoel hebben we nog gewoon te veel tegengoals. Maar goed, ik denk altijd vanuit een verdedigende mindset, zeg maar. En daar denken aanvallers natuurlijk wel anders over. Dus ja, goed, het is wat het is. Maar is statistisch gezien iedere redding ook een redding in jouw ogen? Nou, je kan ook reddingen voorkomen natuurlijk. Daar zijn natuurlijk... Er zijn natuurlijk wel wat ideeën over inderdaad, het voorkomen van reddingen in de diepte spelen, uit je goalkeeper. Zulke dingen kan je reddingen mee voorkomen, dus ja, dat wordt allemaal niet meegerekend. Het is wel het seizoen van de keepers hè, in de Eredivisie. Jij bent dan een keeper die na lange tijd weer een reeks maakt, het goed doet. Een keeper die 6 wedstrijden schorsing krijgt, een keeper die een eigen goal doorlaat. Wat dat betreft, zijn jullie wel hot dit seizoen? Eigen goal doorlaat? Ja, bij Vitesse. Die jongen die durfde de bal niet te pakken, want die dacht dat hij hand zou maken. Ja, 6 wedstrijden schorsing inderdaad, ja. Nou ja, goed, ja. Dat zijn een beetje uiteenlopende dingen inderdaad die opvallen. Een aantal keepers die het ook hartstikke goed doen, denk ik. Dus ik denk aan Diederik Boer, Sergio Pat. Ja, gewoon Nederlandse keepers die uitstekend staan te keepen. Dus ja, ik denk dat het zeker ook positieve dingen zijn. Daar valt jouw naam ook onder in dat rijtje die het uitstekend doen. Jouw contract loopt af, wat wil je? Ja, wat ik wil. Lekker zolang we ook nog voetballen. En nou ja, we zijn momenteel in gesprek met ADO. Dus... De toekomst zal even uitwijzen hoe dat eruit gaat zien. Het gesprek heb jij al heel vaak gevoerd. Zijn die dan nog spannend voor je? Of denk je van, nou, dit komt wel weer goed? Nou ja, we hebben nu weer een nieuw poppetje, een nieuwe persoon waar je mee praat. In de vorm van Jeff van As. Dus ja, nou goed, dat, ja, je weet hoe die gesprekken gaan. Alleen, ik zit er nooit bij. Ik hou me er altijd een beetje afstand van, zeg maar. En als dat zover is, dan krijg ik altijd wat te horen. Een kind van de club. Moet zo'n kind van de club dan nog weg eigenlijk? Nou ja, dat is natuurlijk dat ligt aan twee partijen. En ja, ADO kan een keertje uitgekeken zijn of niet meer in misschien zitten of door willen met andere keepers. Dat is natuurlijk allemaal ieder zijn goed recht. En ja, ik kan eventueel ook nieuwe uitdagingen willen hebben. Dus ja, dat zal samen moeten komen ergens aan tafel. Er is toch nog wel liefde tussen beide partijen? Nee, zeker. Ik ben een liefdevol mens, dus dat proberen we zo te houden. Ontvangen of geven? Nou, goed in balans, dat is het belangrijkste, denk ik. Ja. Ik heb het vermoeden dat jij hier gewoon blijft. Dan gaan we in de toekomst al het uitwijzen.